Op zondagmiddag 3 april begint om 14:30 weer een nieuwe Bel van Krienske. Theater La Rochelle in Rochel gaat om 14:30 open en de toeschouwers worden deze keer meegenomen in de duistere wereld van de criminaliteit. De eerste gast is namelijk een privé-detective. En dan zijn er natuurlijk de vaste Bel-items en de laatste gast is een pensionado met een korte maar indrukwekkende sportcarrière. Kaarten zijn te koop bij Top & Toys op de Molenweg in Rochel. Vanzelfsprekend zijn al eerder gekochte kaarten ook geldig. Komende week starten de nieuwe cursussen van Nooit te Oud vanuit de ECI te Roermond. Nooit te Oud biedt creatieve activiteiten voor 60-plussers in Roermond, zoals muziek en beeldende kunst. We laten u een kort filmpje zien om u een indruk te geven. Meer informatie is te vinden op www.ecicultuurfabriek.nl. Ik speel al gitaar vanaf toen ik 16 was. Maar toen ben ik begonnen met alleen maar akkoorden en dat schiet op een gegeven moment niet meer op. En wel in een bandje en dat soort toestanden allemaal. Maar ik wilde eigenlijk gewoon gitaar leren spelen vanaf muziek. En dat heb ik dus hier gedaan. Muziektheorie en later ook de praktijk hier. Ja, de eerste keer sinds de middelbare school dan dat ik tekenles heb. Ja. Het nieuwe voor mij is dat ik nu de aanwijzingen ook begrijp. Op een middelbare school dan doe je wel wat en je bent natuurlijk heel jeugdig. En later heb ik altijd wel tekenen willen leren, wat beter willen leren tekenen. En nu met de hulp van de docenten. Lukt het beter dan dat het ooit gegaan is, ja. Wij leren hier om ons te uiten in het gesproken woord of het geschreven woord door stukken te schrijven en aan elkaar voor te dragen. Ik heb deze cursus gevolgd omdat het mens nooit te oud is om beter te leren fotograferen. Om gewoon wat meer achtergronden, wat meer variaties in het maken van foto's te leren. Dat zet je wel aan het denken, je ziet wat meer mogelijkheden. Ja, het belang voor bewegen is voor mij, ja, ik wil altijd bewegen, ik doe altijd iets met sporten. En dan zie je wel eens van die beelden uit China, waar mensen in zo'n park staan, oudere mensen, en die staan prachtig te bewegen met z'n allen. En ik dacht van, oh, dat zou ik dan ook heel graag eens willen leren. Het is een leuke manier om weer nieuwe mensen te ontmoeten, om samen zoiets te ondernemen, om dat samen te ontdekken van hoe werkt dat nou. Hier in de cursus zijn alle cursisten verschillend. Ze komen uit hele andere levensgebieden, ze hebben hele andere ervaringen. Er zijn oorlogsverhalen, er zijn emigratieverhalen, er zijn landbouwverhalen. Het is zo fascinerend hoe iedereen met zijn eigen wijsheden hier naar voren komt en via het woord het verhaal probeert te schrijven wat hun bezighoudt. Ja, we zijn eigenlijk allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Dat is natuurlijk ook vanwege het programma. Ik moet zeggen dat we wel allemaal heel intensief aan het werk zijn. Dus echt veel kletspraatjes, die hebben we niet. Het is meestal aan het begin van het uurtje dat we met elkaar even praten en op het einde elkaars werk gaan bewonderen. We hebben gezellig ook nog een kopje koffie na de afloop. En ja, dan kan je eventjes bijpraten. En ja, de ene geeft tips en de ander geeft tips. Wat ik er fijn aan vind, dat is dat ik er heel rustig van ben. En je leert veel beter kijken naar objecten. Je moet op details letten en daardoor komen ze veel meer tot leven. Dat vind ik zelf mooi. Nou, ongemerkt ga je al meelopen neurien op een dag en zo. Dus het zorgt wel veel voor je eigen gemoedsrust. Ja, voor je eigen, ja, je wordt er vrolijk van. Nou, dat het niet zo makkelijk is om alle bewegingen in een bepaalde volgorde, zowel je armen, je benen als je hele lijf, om dat in een vloeiende beweging te doen. En eigenlijk moet het zonder erbij na te denken.
Dat zal nog wel een jaar of wat duren voordat dat lukt. Muziek maakt mensen blij, hè? Behalve als het fout gaat met oefenen, want dat is weer een ander verhaal. Maar het is fijn om met een groep muziek te maken. Het is fijn om met andere mensen iets te doen wat iedereen even leuk vindt. Je bent nooit te oud om te leren tekenen. Je bent nooit te oud om te fotograferen. Je bent nooit te oud om gitaar te leren spelen. Je bent dus nooit te oud om Tai Chi nog te gaan leren. Je bent nooit te oud om muziek te spelen. Je bent nooit te oud om verhalen te schrijven. Je bent nooit te oud om samen iets te doen, samen muziek te maken, samen iets te doen waar je samen gelukkig van wordt. Zaterdag 9 en zondag 10 april staat er iets bijzonders te gebeuren. Dan komen muzikale jongeren uit heel Limburg samen om muziek te maken en zich te laten inspireren en coachen door professionele jazzmuzikanten. Op zaterdag 9 april worden workshops en inspiratiesessies gegeven die jongeren wegwijs maken in de jazzmuziek en improvisatie. Het concert op zondag 10 april is toegankelijk voor publiek. Het begint om 14:00 in het Openluchttheater Thorn en tickets zijn verkrijgbaar via www.openluchttheatertorn.nl. En wilt u meer weten over dit bijzondere event, kijk dan op www.muziekbigband.nl. Op 2 en 3 april komt er een hele speciale Johnny Cash Benefit Show naar het prachtige Royal Theater in Roermond. Een band bestaande uit jonge gasten uit de regio zal dan een ode brengen aan de muziek van The Man in Black. De presentatie hiervan zal worden verzorgd door Schraputs. Verdere informatie is te vinden op de website van Royal Theater Roermond. Heb je altijd al eens willen weten hoe je het paneel van een grote geluidsinstallatie moet bedienen of hoe je een eenvoudig podium met allerlei lichteffecten kunt omtoveren tot een prachtig decor? Kom dan naar de workshop Licht en Geluid die wordt verzorgd door geluids- en lichttechnici Carlo Lensen en Wouter Ramakers. Deelname aan de workshop is gratis voor iedereen ouder dan 16 jaar. De workshop wordt gegeven in de Nasserie aan de Nassauplein 10 te Gratum. En wil je meedoen, stuur dan een mail naar kiekmergratum@gmail.com. Dit jaar mogen er weer vrijmarkten worden georganiseerd op Koningsdag. Op 27 april vindt er een grote vrijmarkt in Maasbracht plaats. De vrijmarkt is van 12 tot 5 uur bij Zalencentrum De Speel aan de Suikerdoossingel. De inschrijvingen voor deelnemers zijn inmiddels geopend. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.brach.nl. Bij slecht weer zal de vrijmarkt niet doorgaan. Deze week vinden de installaties van de nieuwe gemeenteraden en het aftreden van de oude garde plaats. Vanavond kunt u vanaf 19:30 kijken naar de installatie van de gemeente Maasgouw en Leudal. Om die reden zenden wij deze week geen MR5 actueel uit, maar wel de weekagenda. Er worden weer volop activiteiten georganiseerd. Voortaan zendt Omroep MR5 de weekagenda iedere donderdag en vrijdag uit. En natuurlijk ook te volgen via social media. En heeft u ook een activiteit te melden, stuur dan een bericht naar tvredactie@mr5.nl.